Wist u dat een wethouder in een middelgrote stad ongeveer 7300 bruto per maand verdient? Ja, dat klopt. Het zijn landelijk vastgestelde salarissen, dus afhankelijk van de grootte van de stad weet je precies wat een wethouder verdient. En dat is? In Zoetermeer, stad van 125.000 inwoners, en dan val je in de categorie wethouders 9000 plus. Ik zou zeggen, kom even binnenkijken. De trots van het huis is wellicht de woonkamer. Heerlijk lange woonkamer. Moet ook een beetje rustig zijn, een woonkamer, toch? Dit is de plek waar je uiteindelijk na hard werken weer moet ontspannen. Ook wel een klein beetje design. Daar hou ik ook wel van. Ondanks uw royale salaris heeft u hem niet uit uw broek laten hangen. Nee, maar wethouder is ook een tijdelijke baan. Wat ik heb gedaan is, ik heb mijn oude salaris uit mijn vorige werk. Die hoogte die gun ik mezelf. En alles daarboven zet erop apart. Ik denk dat ik nu dan ongeveer in procenten zo'n 20% spaar. Hoe staat het eigenlijk voor met de woningen hier in Zoetermeer, in de Lions? Volgens mij zit dat ergens tussen de 2,50 en de 3 ton. Dus net iets boven het gemiddelde van Zoetermeer. Zo, en dit is de auto. Ja, het is normaal, een burgerlijke auto. Ja, super, super degelijk en burgerlijk. Maar wel, stoere velgen. Ja, die kreeg ik erbij. Tweedehands. Ja, dan ben je hier bij mijn grote trots. Hier ben ik al mee bezig vanaf dat ik een jongetje van een jaar of 14 was, mijn eerste LP kreeg. Al dit gaat wel om een paar duizend euro per jaar, keer 30. Dus. Zo? Ja. Vind ik wel een flink bedrag. Dat is veel eigenlijk, hè? Ja, als je er over nadenkt. Ja, maar wel lang over gedaan. Waar gaat het meeste geld van je salaris naartoe? Ja, dat zijn uiteindelijk toch de vaste lasten. En daarnaast denk ik aan eten, dus wijntje erbij. Dat zijn de grote posten. Als ik een miljoen netto zou winnen, heel degelijk. Ik zou eerst mijn huis aflossen, zodat je van die rentelast af bent en alleen nog maar meer leuke dingen kan doen. Ik ben dan misschien toch net iets te veel zuinigheid met vlijt. Nou, bedankt voor het inkijkje in uw leven. Laten we eens even kijken bij de buren. Nou, hetzelfde huis, mooi tuintje. Wat verdienen uw buren? Ik heb werkelijk geen idee. Ze zijn gepensioneerd. Ze genieten er goed van. Ze hebben hetzelfde huis. Maar meer dan... geen idee. Benieuwd naar? Ik weet het, ja, het is niet iets waar je snel naar vraagt. Hè? Dus stiekem wel eens benieuwd, maar te weinig om het te gaan vragen. Oké, okay. Bedankt. Tot ziens.